Claudio Braga, ben jij na de 8-1 van vorige week tevreden na deze toch nederlaag tegen Go Ahead? Nou, ik denk dat geen enkele trainer tevreden is als hij verliest. Zo ben ik dat ook niet. Ik denk wel dat ik snap wat je bedoelt. Wij hebben een redelijk tot goede wedstrijd op de mat weten te leggen. Ik vond dat onze jongens er alles aan hebben gedaan om de goals te maken en minimaal hier 1 punt eruit te slepen. Ja, ik ben niet helemaal ontevreden met hetgene wat we hebben laten zien. Maar ja, je moet wel heel eerlijk zijn dat uiteindelijk is het resultaat wat telt. En ook al was dat heel positief om te zien, blijft het toch pijn doen en dat je geen punt meeneemt. Waar ligt het dan uiteindelijk aan dat je toch tevreden bent, maar uiteindelijk wel met lege handen staat? Nou, in de eerste helft vond ik dat wel, dat we de 2 of 3 kansen die we kregen, daar had minimaal 2 goals wel in gemoeten. Dus de ruststand zou eigenlijk wat anders moeten zijn. Ik denk dat wij in de tweede helft heel goed de aanval hebben gezocht met opkomende backs, met diepgaande middenveld. Dus ik vond dat daar creativiteit genoeg in was. Waar je wel iets slimmer in moet zijn, is dat je in die eindfase alles door het midden wilde doen. En dan wordt het wel heel erg druk. Nou, dan moet je lopende mensen kunnen creëren. En daar is ruimte voor nodig. Nou, dat is een stukje teamwork in aanvallend opzicht wat beter had gemoeten. Je begint deze wedstrijd met 4 andere spelers ten opzichte van vorige week. Hoe zit dat precies? Nou ja, goed, zoals iedereen weet zit je nu met een iets drukkere programma. We spelen maandag weer tegen Volendam. Dan heb je Twente en daarna staan er weer 2 wedstrijden te wachten. Dus het is helemaal niet erg. Aan de andere kant vind ik ook dat de jongens een hele goede trainingsmentaliteit hebben. Waarin ook gewoon niveau gehaald wordt. Nou, en dan kijk ik naar bijvoorbeeld een Thomas Kok. Die vorige week en de week daarvoor niet in de basis speelde. En vandaag een prima pot aflegt. Nou, dat is eigenlijk ook voor Lewis aan de rechterkant. En eigenlijk zie ik daar het probleem niet zo van in. Een van de mensen die er vandaag niet bij is Stankov, Antonio Stankov. Dat deed wat mensen de wenkbrauwen fronsen. Wat is er precies met hem aan de hand? Nee, die heeft zich deze week gemeld met een lichte pijn, een lichte aan zijn onderrug. Ja, weet je, ik denk heel misschien dat hij met die pijn zou kunnen spelen. Maar ja, weet je, dat ga je twijfelen. Aan de andere kant is een stukje voorzorg en hou hem er even uit. En ik kan me wel voorstellen dat mensen dan iets gaan denken of vinden, maar weet je, dit is het en niet meer dan dat. Wat neem je nou van deze wedstrijd mee na aanstaande maandag tegen Volendam? Nou, ik hoop wel dat we dezelfde aanvallende attitude kunnen behouden. Met dezelfde tempo en dezelfde dynamiek en dat is watgene wat wij als Dordrecht willen. Aan de andere kant moeten we de manier van pressen blijven behouden. Maar ik denk dat we niet ontkomen dat op dit moment het grootste ontwikkelpunt bij ons is dat we in sommige fases de goals tegenkrijgen. Ik denk als ik ze terugkijken dan... Ik hou even wat ik wilde zeggen, hou ik even voor me als je het niet erg vindt. Ik kan me ook voorstellen dat sowieso wel een dingetje is waar jij je vreselijk aan moet ergeren. Die tegendoelpunten die je krijgt als FC Dordrecht. Vandaag ook weer 3, vorige week 8, tegen Den Bosch 6, nog een paar keer 3 doelpunten tegen. Het zijn er wel heel veel. Ja, het zijn er heel veel, weet je. Maar je moet uiteindelijk weer naar de oorzaak gaan. En allerlei dingen eromheen doe ik snel weg. Maar de oorzaak is een eerste goal, dat is 1 paas. En dan staan wij gewoon verdedigend niet goed gepositioneerd. Een tweede goal is met een voorzet waarbij het gewoon veel te makkelijk gaat. Ja, weet je, uiteindelijk is voetbal dat je daaromheen eerder pressie spelen, voorzet eruit halen. Ja, er zijn zoveel dingen die dan fout gaan. Dus ik blijf wel naar het team kijken. Maar goed, zolang wij dit niet beter gaan doen, dan ben ik bang dat het moeilijk blijft. Een van de spelers die vandaag in de basis begint is Joël Zwarts. Dat moet voor jou toch wel heel erg fijn zijn dat hij, ondanks dat er werd gedacht dat hij tot het eind van het seizoen eruit lag, dat hij toch heel een stuk sneller weer hersteld is van die enkelblessure. Ja, fijn dat we Joël kunnen opstellen. In alle andere spelers heb ik ook net zoveel vertrouwen. Maar als je goed hebt gekeken is Thomas Schalenkamp ook licht geblesseerd geweest. Jeremy Seintje is geblesseerd en Simon Power is geblesseerd. Ja, daar zit je voorin gewoon met een klein probleem. Ik denk dat wat heel moedig is geweest van dit groepje en van de club, is dat we gewoon de aanval hebben gezocht. En dat we ook tegen een team wat derde staat en volgens mij meer dan 20 punten meer heeft dan ons, zijn we het niet met 5 verdedigers genoemd. We zijn niet achteruit gaan leunen. We hebben gewoon denk ik geprobeerd om de mensen hier een redelijk spektakel te geven. Ja goed, dan wordt het nu 1-3. Voor hetzelfde geld hadden we hier vandaag de 2-2 kunnen maken. En wie weet zat er wat meer in. Maar ja, dat is voetbal. En dit is wel de lijn die we willen doortrekken. En waar ik heel trots op ben is dat je ontwikkeling ziet. Je ziet dat er langzamerhand veel meer competitiedrang is om erbij te horen. En dat is wel een lijn die we moeten doortrekken naar volgend jaar en geen stap meer terug.
Is het ook realistisch, hè, als je deze wedstrijd van vandaag ziet? Want je speelt vandaag tegen Go Ahead, maandag dan tegen Volendam, volgende week tegen Twente. Een zwaar programma. Je had vandaag al een punt kunnen pakken. Maar dat Dordt misschien na deze reeks toch wel weer wat punten bij zou kunnen schrijven. Ja, goed, als dat maar gaat met de manier van spelen, dan maakt dat ons trots en sterker. Ja, weet je, het is zeker een druk programma, ook een lastig programma. Volendam uit Twente. Maar goed, weet je, wij schakelen dat graag om in een mooie uitdaging. En we gaan er gewoon voor. En uiteindelijk zien we wel waar we weer wat van kunnen leren. En de goede punten, daar ga je mee door natuurlijk.